Goedemorgen, ik sta hier in Katwijk Noord bij het vermoedelijke beginpunt van het Romeinse Limespad. Het precieze beginpunt is niet duidelijk. Ik heb hier een beetje rondgelopen. Er staat nergens een groot bord van hier is het beginpunt of het eindpunt. Dus ik markeer dit maar als het beginpunt van het Romeinse Limespad. Eerste etappe, kom op, we gaan lekker lopen. Loop lekker mee. En zo steken we als eerste keer de Rijn over. Dat zal wel vaker gebeuren met het Romeinse Limespad. Maar dit is alvast de eerste keer dat we de Rijn oversteken. Want deze route loopt van west naar oost. Dus uiteindelijk komen we in Xanten, Duitsland uit. Maar dat zijn heel wat etappes verder. Zover zijn we nog niet. Nou, hier zijn we bij de eerste aanwijzing dat het om het Romeinse Limespad gaat. Het is 19 april 2020. We zitten nog volop in het corona-maatregelenseizoen. Dat betekent dat we met de auto's bij het strand parkeren is er niet bij. Het openbaar vervoer eigenlijk ook niet. Dit is het Romeinse Limespad. Iedereen weet misschien wel, of misschien niet, dat dat de noordgrens is van het Romeinse Rijk in der tijd. De Limes betekent grens. De Rijn was dus die grens. Daardoor. Vol in de zon. De zon staat in het oosten. Het is 8:30 zo'n beetje. En ondertussen gaat natuurlijk deze route ook nog steeds van west naar oost. Dus de hele route lopen we tegen de zon in. Nou, na wat kruipdoors en sluipdoors zijn we dan toch in de Wikkelstraat terechtgekomen. Nou, de markeringen in Katwijk waren niet zo best. Heel veel waren weg of onduidelijk of in ieder geval door mij niet gevonden. We zijn nu in de duinen aangekomen. Even kijken hoe we hier met of zonder markeringen een pad kunnen vinden. Zo hebben we Vlaggenduin beklommen. Misschien wel het hoogste punt van deze etappe. Mooi uitzicht over Katwijk. En over de duinen. Een pittig klimmetje geweest. Goed, gaan we weer afdalen. En weer weg vervolgen. Dit heeft natuurlijk helemaal niets met Romeinen te maken. Nou, we zijn een stukje langs de Overrijn gelopen. Nu de brug over de Oude Rijn. Bij Rijnsburg gaan we de Oude Rijn verder volgen. Oegstgeest in.
en Rijnsburg uit. Ik loop hier nog in een parkje bij Oegstgeest, denk ik, richting Corpus. Ligt hier zo wat vlak voor me. En rechtsaf. En gewoon nog een bosje. Dat had ik niet meer verwacht hier in Leiden. Alla, leuk, leuk. Even kijken. Ja, we zitten nog goed. Ja, tja, tja. Hier of daar? Toch eentje verder. En in dit hele mooie parkje eindigt de eerste etappe. Voor deze paal moet ik dus de volgende keer verder gaan voor de tweede etappe. Maar nu, hier aan de rand van Leiden, stop ik met deze etappe.